Voor deze speeldag stonden Sikopie en de thuisploeg Boekenberg, beiden op de eerste plaats. Met in het achterhoofd de verloren veldbekerfinale kon men al vermoeden dat de thuisploeg gemotiveerd aan de wedstrijd zou beginnen. Toch konden beide teams maar op een matige publieke belangstelling rekenen. Boekenberg grijpt Sikopie meteen bij de keel en dat ziet het luidruchtige thuispubliek graag gebeuren. Het is Jesse de Breemaker die de 2-0 na dik 3 minuten binnenkomt. Op het trommelgeroffel van het eigen thuispubliek gaat Boekenberg verder door, de 4-0. De bezoekers doen wat ze kunnen, maar het tempo ligt hoog, zeer hoog. De eerste korf van Sikopie, de 4-1. Daarvoor met de aanwijzingen, zelf dat kan de thuisploeg zich permitteren. Boekenberg in vorm, de 6-1. Via strafworp kan Sikopie nog milderen tot 6-2. Veelzolde brengt het echter niet aan de dijk, want op de thuisploeg staat geen maat. Verdedigend top, aanvallend top, gewoon topkorfbal in het Boekenberg Sportcentrum. De 8-2 van Jesse de Breemaker. Boekenberg begint stilaan te toveren en daarvoor draagt zijn steentje bij. Wie, hoe, waar en wanneer? De thuisploeg beslist en doet wat het wil. De 9-3. De time-out van coach Paling verandert niets aan de intenties van de thuisploeg. Even temporiseren en toeslaan op het juiste moment. De thuisploeg blijft doordenderen en doet wat het wil. De 13-8. Het gaat verschrikkelijk snel nu, ook al loopt het bij de thuisploeg nog wel eens mis. Niet getreurd, want ook de rebound is voor Boekenberg. Terug even bouwen aan een nieuwe aanval en koel afmaken. Schitterende wedstrijd, de 15-18. Het publiek wordt verwend en bediend op al hun wensen. Alles zit in deze wedstrijd en daar zorgen de Boekenbergspeler en speelsters voor. De 16-8. Goed spelende Jesse de Breemaker zorgt voor een mooie afsluiter van de eerste helft. 18-8. Wie dacht dat de thuisploeg op zijn lauweren ging rusten, komt bedrogen uit. Het tempo blijft zeer hoog en al snel staat de 19-9 op het bord. De Boekenberg-supporters zien het allemaal graag gebeuren. Het maakt niet uit wie, wat, waar en op welke manier, de 20-10. De thuisploeg blijft schitterend korfbal spelen en met een mooie opgerichte aanval met snelle balwisseling de 21-10 van daarvoor. Als de bezoekers willen scoren, is het van op strafworp, de 21-11. Al moet gezegd zijn dat de bezoekers ook op de gewone manier kunnen scoren. Van op afstand bijvoorbeeld, 24-12. Boekenberg speelt hun sterkste wedstrijd van het seizoen en wint uiteindelijk met 30-16. De supporters hebben een goede pot korfbal gezien en kunnen tevreden huiswaarts gaan. Coach Paling kan niet tevreden zijn. Als je 30-16 verliest, dan ben je uiteraard niet tevreden. Het verschil was toch wel veel groter dan we hadden verwacht of gehoopt in elk geval. We wisten dat we naar hier kwamen, dat we zwaar onderdak waren. Maar je gaat er toch altijd vanuit dat je met een beter resultaat naar huis gaat dan 30-16. Zeer tevreden. Ik denk goede match gespeeld. Veel goals. Goede goals. In defense zeer sterk. En dan wil ik toch wel het duel met van Nick Janssens benadrukken tegen Yves Hartenveld. Dat was wel van extreem hoog niveau wat Nick Janssen liet zien vandaag. Ook gesteund natuurlijk door zijn vakgenoten erachter, met David Rondjic en met Sara en dergelijke. Heel indrukwekkend. We willen absoluut je zaaltitel, meer dan wat ook. Meer dan wat ook. En het is gewoon, als ze inderdaad zo afwerken tegen dit percentage in alle 8, dat is ook heel belangrijk. Er inderdaad weinig ploegen in staat zijn om ons te kloppen. Ja, dit jaar eerste zaaltitel en dan ook de veldtitel erbij dit jaar? Dat zou eens mogen. Hè. We hebben de afgelopen, denk ik, we hebben 1 op 6 of 1 op 7 gewonnen, dus voor een ploeg als Boekenberg is dat eigenlijk redelijk zielig om het zo te stellen. Wat ik ze vandaag hebben gespeeld, was niet veel aan te doen. We wisten ook dat ze scherp gingen staan. Onze laatste match van tegen Boekenberg, die dateert van tegen de veldfinale. Dus ja, we wisten dat ze iets goed te maken hadden.